We danken nu al alle artiesten die zijn gekomen op voorhand op hun komst. We hebben Jan Akkerman, we hebben Harry Saxioni, we hebben prachtig bier van Molenduin. Geweldige wijnen uit de Provence, allemaal biologisch. Buiten staat een pizzaboer. We hebben alleen maar blije mensen die willen komen spelen. Ga ervan genieten. Het fort is hartstikke donker, er zijn geen drempels, het is hartstikke veilig. Er zijn EHBO'ers, alles is brandveilig. En ik ga nu met deze bel symbolisch het festival Donkersfort Noord openen. Buiten. De eerste artiest gaat zo meteen optreden in de Poterne. Dat is Jurre Brouwer en Matthias Kadaar. Zij vormen Fragile 2.0. Waanzinnig mooie dans. Geniet ervan. Oh, heel prachtig. Nou, Oh.
faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me pas, ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'ai des chiens méchants, elle me fait manger de sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine bouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Il y a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furée, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit, je suis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux. Samy, tu regardes tes chaussures. Je crois que tu te figures. Quand tu vis perché dessus comme un accent aigu, que personne ne te voit plus. Oh, Samy, vois en haut.
me wel helpen in een van mijn helse paleizen. Daar heb ik nog een keukenhulp nodig. Kun jij de vloer aanvegen, huisvol buiten zetten en het vuur onder de kookpotten hoog opstoken? Oh, dat lijkt me niet zo moeilijk. Goed, en Fletch, daar daalde hij af naar een van de helse paleizen. En denk erom, hier in dit paleis in de keuken kijk je niet wat er in de potten zit. Maar ik zal je rijkelijk belonen met een lang leven vol vrouwelijk schoon. Wie kan dat weerstaan? Nou vooruit, en hij deed zijn best. Onze ketel! Zegt nee, dan krijg ik het aan de stok met de duivel en die wil ik graag te vriend houden. Bovendien heb ik veel last gehad van jouw bevelen, dus blijf maar lekker zitten. En dan gooi er nog wat vuur op en met de blaasbal stook hij het vuur hoog op. It's a
Straks allemaal, dus nu niet, hè, straks allemaal drie slagen. Dan gooi onze armen in de lucht, niet je stokken, maar je armen. En dan komen we zo hard en zo blij en het enthousiast mogen we kunnen. Hey! En dan niet hoi, 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 hoi. Ahai! Ja, we gaan even oefenen. Sluit de vier keer en dan 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3, hey, 1, 2, 3, hey. Daar komt ie. Ja, die kleine trommels moeten een plastic stokje, dat komt er niet goed. We gaan er twee belangrijke dingen maken. Dat is daar het begin. En het eind. Begin, zodat iedereen weet te gaan beginnen. En het eind, zodat iedereen weet van, we zijn begonnen. En dat doen we als volgt. We hebben een intro. En het... Ja, hartstikke goed.
En dat ik heel stil zijn. Heel stil zijn. Schilderingen ontdekt waren hier in dit fort. Ik weet niet, hij is er zelf niet. Als hij straks opduikt, dan zullen we vragen of hij ter illustratie het even. Want namelijk die schilderingen zijn achter u en ook daar. Die bevinden zich hier. De schilderingen waar ik over ga vertellen. Maar goed, als we hem zo zien, dan vragen we of hij dat eens eventjes. Want het is namelijk, ik geloof dat het onder 7 lagen kalk zat. Deze schildering, dus die heeft hij heel voorzichtig met kleine mesjes schoongemaakt. Want het beschadigt natuurlijk binnen de kortste keren. En het is natuurlijk een enorme vondst geweest. Toen Nederland dus de Bataafse Republiek, dus onder Franse overheersing was. En dat en het vertelt het verhaal, want namelijk wat u niet zien kunt en wat er wel degelijk zit, is dat daar Russen op de muur zitten. Kozakken, dus van die grote bontmutsen en heel duidelijk herkenbaar als kozakken. En dat, dat gaat eigenlijk over een beetje een wat vergeten stuk geschiedenis. Het is in dat 1813, daar kom ik zo nog even op terug, hebben namelijk Russen de Nederlanders geholpen in hun strijd tegen de Fransen. Hoorden we weer van het Russenpact, Russenmonument. En die vertelde dus dat er een grote slag bij Castricum was geweest. Bij Castricum, een slag, een veldslag. Nou, dat klonk mij als volkomen ongeloofwaardig in de ogen. De oren, moet ik het trouwens zeggen. Maar het klopte wel degelijk wat mijn vader vertelde. Ik neem u eventjes mee terug in de tijd. Om even een duidelijk beeld te schetsen van hoe dat nou kan dat die Russen ons geholpen hebben om van de Fransen af te komen. In de Petersburger Courant. En hij doet dus verslag aan de tsaar. Hè? Ik deel uw keizerlijke majesteit onderdanig mede dat ik op 15 september met de eerste divisie troepen vanuit Yarmouth, Engeland, Yarmouth aankwam. Thank you.
Goedenavond. Voor de mensen die net binnenkomen, welkom. Voor de mensen die al geweest zijn vanmiddag, jullie hebben kunnen genieten van allerlei vormen van kunst in de vorm van theater. En nou, tot en met even aan toe, want dat is ook een vorm van cultuur. Ja, ik weet niet goed hoe ik moet zeggen, maar het is bijna een emotioneel moment voor mij om Harry Saxioni aan te mogen kondigen, want ik ga dit zeker niet aanraken verder. Dan krijg ik waarschijnlijk ook wel ruzie, maar ik ga het gewoon niet doen. Het is leuk jullie allemaal te zien in een mooie gemêleerd publiek. Publiek is goed speel trouwens. Ik hoop dat jullie gaan genieten en ik heb gezegd, ik doe het in 12 seconden, maar het is 28 geworden. Harry Saxioni, geef hem een groot applaus.